Hoi allemaal! Vandaag ben ik weer terug met een nieuwe video. En in deze video laat ik 5 leuke plekken zien in Amsterdam die je misschien nog niet kent. En de eerste plek waar ik naartoe ga is vanaf Amsterdam Centraal met tram 26. Richting Tsaar Peterstraat lopen. En dat is een hele leuke straat met heel veel leuke winkels. Zo heb je een pindakaaswinkel en een cacao museum. En ook heb je er heel veel leuke vintage winkeltjes en andere hippe dingetjes. Dus dat is heel leuk om te kijken. Het eerste restaurant waar we vandaag even gaan kijken is In Stok. En bij In Stok zijn heel veel lekkere gerechten en die zijn gemaakt van dingen die over zijn. Het is een beetje net idee als komkommer. Dus van kromme komkommers maken ze dan eten. En daar gebeurt dat dus met heel veel dingen die over zijn van restaurants. Of eten wat gewoon net niet helemaal mooi meer is. Een stukje verderop in de straat vind je het restaurant Spirit. En Spirit is een restaurant waar je opschept en dat wordt gewogen. En dan betaal je dus voor hoeveel je opschept. Spirit is een heel lekker restaurant waar je heel veel vegetarisch kan eten. Ook heel veel biologisch en ook heel veel veganistisch. Bij beide restaurants kan je komen met tram 10 vanaf het Wibouthuis. En als je dan ietsjes verder loopt richting Amsterdam Centraal. Dan kom je bij een restaurant, cafeetje, dat heet Roest. En op het moment dat je daar naartoe loopt vanaf het Tsaar Peterstraat. Dan denk je echt, waar ben ik beland? Ik zal even, ja, hier zie je wat beelden van de achterkant en van mijn route naar Roest. Het is echt super leuk, heel hip. En ook een beetje zo'n vintage vibe. Dus dat is heel leuk. En vanaf daar ben ik weer teruggegaan met de tram richting Amsterdam Centraal. Ik ben 1 halte eerder uitgestapt. En dat is bij het muziekgebouw. En vanaf daar ben ik langs de Oba gelopen. Bij de Oba heb je een heel leuk restaurantje Vapiano. Het is heel leuk omdat je een mooi uitzicht hebt. En als je dan klaar bent met eten kan je nog even leren. Of andersom, na het leren kan je even lekker wat gaan eten daar. En als je dat gedaan hebt, kan je ook vooral even het beste naar de 7e verdieping gaan van de Oba. Daar heb je een restaurant en dat dakterras, dat heeft een heel mooi uitzicht over Amsterdam. Helaas is dat wel van november tot maart gesloten. En als je dan vanaf daar verder loopt, dan heb je nog de Mediamarkt. Dat is eigenlijk mijn bonus dingetje. Onder de Mediamarkt zit een hele leuke muziekwinkel. Dat heet The Fame. En daar heb je echt superveel muziek en cd's en vinyl, games, alles. Dat is een helemaal een aanrader als je net zoals ik van muziek houdt. En als je dan nog wat verder loopt, dan kom je bij de Virtual Reality Bioscoop uit. En dat is de eerste van de wereld, als ik het goed heb. En daar kan je dus met zo'n hippe VR-bril kan je daar film kijken. En het duurt ongeveer een half uurtje. En als je dan nog wat verder loopt, dan kom je weer op Amsterdam Centraal uit. Willen jullie nou meer leuke plekjes zien in Amsterdam en dan vooral ook in andere buurt of andere wijken? Laat het vooral even hieronder weten en dan weet ik waar ik de volgende keer op stap kan gaan. Als je het leuk vond, geef dan ook even een duimpje omhoog. En dan kan je hier nog heel even kijken naar de laatste video die ik op heb genomen met Ryan. En dat gaat over leven voor de like. En hier kan je nog allemaal andere video's kijken in de afspeellijst Studeren in Amsterdam. Er zijn heel veel video's over dit soort onderwerpen, maar eigenlijk over van alles in Amsterdam. En graag zie ik jullie volgende keer weer terug. Doeg!